Welkom bij de 21.3 Biocast en die heet DNA maakt DNA. Het gaat dus om het kopiëren van je DNA, zoals dat gebeurt bij voorafgaand aan een celdeling. Eventjes nog terugnemen, hoe zit het ook alweer? Bovenin heb je de dubbele helix van het DNA. Dat wordt overgeschreven in het rode, het RNA. Dat RNA gaat de celkern uit, passeert het groene lijntje dus, komt in het grondplasma, vindt daar een ribosoom en dan wordt de zwarte streng, het polypeptide, daarvan gemaakt. Oké, dan hebben we dat weer even helder. Hier hebben we een suikermolecuul, een ribose, en je ziet hier je OH-groep. Als je één ootje daarvan afhaalt, is het een deoxyribose. En de deoxyribose is een onderdeel van het DNA. Deoxyribonucleïnezuur. En daaronder zie je ook een suikermolecuul. En die ben je al wat vaker tegengekomen. Want dat is ATP met zijn drie fosfaatgroepjes aan de linkerkant. Een stukje BINAS, 70C. Daar zie je de monomeren, dus de blokjes waaruit RNA links en DNA rechts is opgebouwd. Dit is de suikergroep en dit is de fosfaatgroep. En dan zit daar ook nog een stikstofbase aan. En daar zit het verschil in, die stikstofbase. Daar hebben we er vier van, bij DNA. En daar zijn twee smaken. Dat is de dubbele ring, zoals linksboven adenine. En rechts, of in het midden eigenlijk, guanine. Dat zijn de twee smaken die we hebben bij DNA wat betreft de dubbele ringen. En dan hebben we onderin cytosine en thymine. Er staat nog uracil, maar die komen we dadelijk weer tegen bij RNA, zoals je misschien al weet. Dus het gaat om die vier letters waar je mee te maken hebt. A, G, C en T. Nou, als we kijken, dan zie je dat bij DNA er altijd een verbinding is tussen zo'n dubbele ring en een enkele ring. En dat betekent dat adenine zit tegenover thymine en andersom. En guanine zit tegenover cytosine en ook weer andersom. En dat wordt aan elkaar gehouden door waterstofbruggen. En je ziet tussen A en T is een dubbele brug. En tussen guanine en cytosine is een driedubbele brug. En rechts zie je enkelstrengs RNA, maar wij kijken naar de structuurformule van DNA. Je ziet ze daar weer zitten, de suikers, de fosfaatgroepen en de stikstofbazen. En bovenin, daar zit een fosfaatgroep. Dus aan de ene kant van het DNA-molecuul, wat veel langer is dan je hier ziet, zit een fosfaatgroep. En omdat die aan het vijfde C-atoom zit, heet dat de vijfaccentkant. Aan de andere kant, daar zit een zuurstofje. En dat zit aan de derde koolstofatoom, dus dat is de drieaccentkant. En daar krijgen we straks mee te maken in verband met het overschrijven van het DNA en het kopiëren daarvan. Nou, als je op één plek zou beginnen met het overschrijven van het DNA, dan kon je er nog wel een stoel bij pakken om een heel chromosoom over te schrijven. Daarom bij een eukaryoot, daarbij heb je een heleboel verschillende van die replication bubbles waar overgeschreven wordt. En als al die bubbels bij elkaar gekomen zijn, heb je twee dochter DNA moleculen. En kijk, je ziet zo'n DNA molecuul bestaat dan uit een oude en een nieuwe streng. Weer BINAS. En je ziet dat daar het DNA overgeschreven wordt. Hè. De nieuwe streng ontstaat aan de 5-accentkant en gaat in de richting van de 3-accentkant. Nou, aan de linkerkant, bij de leidende streng, daar gaat het super, want die begint ergens en die kan gewoon doorgaan met overschrijven. Die plakt het steeds aan elkaar. Dat lukt niet bij de volgende streng, aan de rechterkant. Die volgende streng moet elke keer een klein stukje DNA eraan zitten en die stukjes DNA dan weer aan elkaar plakken. Nou, die gaan we even wat beter bekijken. We hebben hier zo'n schematische tekening met onderop de leidende streng. Die kant op overgeschreven wordt. En we hebben de volgende streng. En hoe was dat ook alweer? Daar wordt een stukje aangezet in die richting op. En dan wordt er daarna weer een stukje aangezet. Totdat die bij het oude stuk is gekomen.
Bij het overschrijven moet eerst de DNA als een soort rits opengemaakt worden. Dat gebeurt met enzymen die hem openmaken. En dan komt er eerst RNA-polymerase. En dat RNA-polymerase zet aan een stukje DNA dan neer. Een heel klein stukje DNA. Dan gaat het RNA-polymerase weer weg. En dan komt het DNA-polymerase. Dat haalt eerst het RNA weg en vervangt dat door DNA-nucleotide. En die worden dan allemaal aan elkaar geplakt. Dat is het DNA-polymerase. Aan de andere kant, bij de volgende streng, komen die stukjes DNA steeds bij elkaar, maar die moeten nog een keer aan elkaar geplakt worden. En daar zorgt DNA-ligase voor. DNA-ligase plakt de stukjes DNA aan elkaar. En wat je daar ziet, is zo'n Okazaki-fragment genoemd naar degene die ontdekt heeft hoe dat aan die volgende streng nou eigenlijk toe gaat. Using computer animation based on molecular research, we are now able to see how DNA is actually copied in living cells. You are looking at an assembly line of amazing miniature biochemical machines that are pulling apart the DNA double helix and cranking out a copy of each strand. The DNA to be copied enters the production line from bottom left. The whirling blue molecular machine is called helicase. It spins the DNA as fast as a jet engine as it unwinds the double helix into two strands. One strand is copied continuously and can be seen spooling off to the right. Things are not so simple for the other strand because it must be copied backwards. It is drawn out repeatedly in loops and copied one section at a time. The end result is two new DNA molecules. Je ziet hier het semi-conservatieve model. Dat betekent, waar we het net ook al over hadden, als DNA gekopieerd wordt, heb je altijd één oude en één nieuwe streng. Hier zie je de polymerase chain reaction, de polymerase kettingreactie. En die wordt gebruikt als je kunstmatig snel een heleboel dezelfde stukken DNA wilt hebben. Bijvoorbeeld als je een DNA-profiel wilt maken of als je erfelijkheidsonderzoek wilt doen. Je hebt daarvoor een apparaat nodig dat heel snel DNA kan opwarmen en weer af kan koelen. Want eerst warm je DNA op tot 94 graden Celsius. Daardoor verbreek je die waterstofbruggen, krijg je dus enkelstrengs DNA. Dan koel je het weer af tot 40, 60 graden. Dan kan er een primer aanhechten aan die strengen. En daarna heb je een speciale polymerase nodig die bij 72 graden nog doet. Nou, die is uit een bacterie gehaald die bij die warmtebronnen in dat hete water zit. Nou, die is heel goed te gebruiken om die ketenstand te verlengen. Dus die maakt er allemaal nucleotide aan vast. En dat doe je een heel aantal keren achter elkaar. En dan heb je heel veel van dezelfde stukken DNA. Dat was de polymerase chain reaction. En dat is het einde van deze biocast over 21.3. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.